Kibbe van de Sadelhof is een hengst met een correct model, die misschien iets langer gelijnd had kunnen zijn. In Leeuwarden omschreef ik hem als een hengst die aansprekende prestaties liet zien aan de hand en daarin veel techniek toonde in het achterbeen dat hij heel goed vouwt. Dat is ook zijn handelsmerk geworden tijdens de instructiedagen en het onderzoek. Door de ruiters wordt ook steeds het sterk ondertredend achterbeen met veel buiging en spronggewicht genoemd. Hij geeft een goed gevoel en toont inzet en is goed bewerkbaar. Hij kan goed schakelen en zijn manier van galopperen heeft zich tijdens het onderzoek sterk positief ontwikkeld. De manners waren positief over zijn manier van schakelen, zijn goede inzet en bewerkbaarheid. Hij toont ook veel go. Voor de wagen zou hij iets meer oprichting kunnen tonen. Kibbe van de Sadelhof komt uit een sterk predicaatrijke moederlijn waar veel fokken zit. De bekende Chenadelijn. De moeder is een eerste premiemerrie van Dries 421. En daarvoor een kroonmerrie van de prevalente hengst Tjerk 328. En daarvoor weer de bekende model en prevalente merrie Pira van Chenade van Oepke 266. Met zo'n stamboom kun je thuiskomen. Kibbe van de Sadelhof kan bewegingstechniek, instelling en bewerkbaarheid verbeteren. Hij wordt ingeschreven met de naam Kibbe 500.